Goedemorgen, de recreant hier. Dit is de laatste training van week 3 alweer. Week 2 had ik een beetje last van mijn rug, dus heb ik niet zoveel gelopen. Maar dit is in ieder geval de laatste training van week 3. En die gaat wederom door het bos. Het is een beetje een langere duurloop. Dus ik denk, neem de camera mee en daarmee ook jullie. We zullen zien wat we allemaal tegenkomen. We gaan wat losmaken oefeningen doen. Wat loopscholing. En daarna ga ik met mijn duurloopje beginnen. Het gaat vast leuk worden. Maar eerst inlopen. Nou, het is heel leuk. Ik kom in het bos aan en dan blijkt dat er een lid van de atletiekvereniging ook bezig is. En die gaat hier ook loopscholing geven en wat losloopoefeningen doen. En omdat ik ook lid ben van de atletiekvereniging, mag ik natuurlijk gewoon meedoen. Dus dat gaan we dan even doen. Doen we het gezamenlijk, veel leuker. Overgaand in een versnellingsloopje. Ja? Verspreid je benen loopt. Overgaand in een versnellingsloopje. Zet hem op, hè? Ja, ja. Was natuurlijk hartstikke leuk om even met wat leden de warming-up te doen, mee te doen en de loopscholing
Zij gaan nu hun eigen programma volgen. En ik loop mijn training vanaf het papier. En daarbij neem ik jullie weer mee. We lopen nu even een rondje door de overtuin. We trainen ook veel met de atletiekvereniging. Dus 1,8 kilometer. Die pakken we er even bij. Het is alweer een beetje droog, mooi weer. Het is wel een beetje benauwd. Maar je mag de pret niet drukken. We zijn bijna weer aan het einde van mijn training gekomen. Ik neem als toetje het Woutersbergje nog even mee. Even wat hoogte mee te spikken. En dan zeg ik voor de rest, hoop dat jullie weer genoten hebben. Vooral van het eerste deel, de gezamenlijke warming-up en loopscholing. En tot de volgende keer. Mannen. Hey. Hoi. Hoi.